Suriname heeft al 40 jaar een vruchtbare samenwerking met Cuba. Dit haalde minister Ildis Polak Bigli van Buitenlandse Zaken vanmorgen aan bij de Cuba-Suriname Solidarity Meeting. Tijdens deze meeting is vooral gesproken over de relatie tussen de twee landen. Behalve de vriendschappelijke relatie die veel op het gebied van cultuur heeft kunnen bewerkstelligen, zegt de bewindsvrouw dat de diplomatieke samenwerking ook voor wederzijdse ontwikkeling heeft gezorgd. Polak Bigli benadrukt dat vooral op het gebied van volksgezondheid Cuba een grote bijdrage levert aan ons land. Voor Suriname, Cuba is a valuable partner for South-South cooperation, adhering always to the fundamental principles of mutual respect and interest. Our governments, so the Surinamese government and the Cuban government, have achieved fruitful results in various areas such as public health, of whom we see some doctors here, and we know that the dispatching of medical doctors to our country was an important step towards deepening this kind of cooperation. We currently have 36 persons studying in Cuba in the field of medicines and others. I think it's good to also note that many graduates from Cuba are making substantial contributions to the development of our country today. Surinames ambassadeur in Cuba, Ike Antonius, gaf aan dat de samenwerking tussen Cuba en Suriname veel verder gaat dan alleen maar solidariteit. Dat Suriname en Cuba gezamenlijk optrekken in bilateraal verband, regionaal verband en multilateraal verband, heeft niet slechts te maken met de samenwerking. Het heeft te maken met een diepere connectie die er bestaat tussen beide landen. Op politiek gebied, maar ook op andere gebieden die het volk raken. Die solidariteit vloeit voort, ook uit de uitdagingen die beide landen, waarmee beide landen constant geconfronteerd worden. Klimaatverandering. Zowel Suriname als Cuba hebben het ervaren wanneer van buitenuit poging worden ondernomen om de ontwikkeling te stremmen. Die zaken binden beide landen. Ike Antonius, Surinames ambassadeur in Cuba. Hij sprak vanmorgen bij de Cuba-Suriname Solidarity Meeting. Die is gehouden op het hoofdkantoor van BUSA.